We beginnen nu eerst met Owen Venlo. We gaan het hebben over een mogelijke koloniale koehandel tussen demissionair minister-president Rutte enerzijds en anderzijds president Santokki. En het tweede punt dat wij ook even de revue willen laten passeren, dat is 3 jaar president Santokki, wat ging goed en wat ging slecht. In het panel zitten Owen Venlo en Wesley Amzand. We gaan eerst even met Owen deze twee punten bespreken en daarna gaan we over om onze eerste gast te interviewen, mevrouw Lilian Verrier. Maar eerst Owen, ben je er? Ja, ik ben er. Ja, De koloniale koehandel. Ja. Tussen Rutte enerzijds en anderzijds Santokki. Kun je onze luisteraars bijpraten? Ja, natuurlijk. Misschien kunnen de luisteraars zich herinneren dat ik, maar niet ik alleen, wij allemaal ons afvroegen, hoe komt het dat Rutte binnen een maand, excuses december, 19 december vorig jaar, doordrukt, op geen enkele manier rekening gehouden heeft met de regeringen waar het om gaat en de bevolkingen waar het om gaat. Suriname, Antillen, gewoon doorgedrukt. En Santokki liet dat gewoon gaan. Hij heeft niet geprotesteerd. Nog erger is dat mijn mattie Armand Sunder ook niet geprotesteerd heeft. Dan heb ik genoeg politieke ervaring om te weten, als dingen zo gaan, schuilt er iets achter. En ik ben er een beetje achter gekomen wat er achter school toen. Want dat blijkt nu. Voor mij is klip en klaar Santokki en Rutte een monsterverbond gesloten hebben. Druk Rutte, als jij nou die excuses doordrukt, ik protesteer niet en ik hou alle protesten een beetje af, dan kunnen wij in ieder geval het accent bij die excuses op de Afro's en de inheemsen weghalen. Dat is ook de reden waarom Santokki, zodra het over slavernijverleden gaat, begint over koloniaal verleden. Rutte begreep dat hij het niet kan maken om 12 jaar lang ieder jaar 1 juli belangrijkste deel te nemen aan slavernijverleden herdenken. En dan ineens over te gaan, omdat Santokki dat zo graag wil, naar koloniaal verleden. Kan hij niet maken, dus heeft hij ook niet gedaan in zijn excuses. Maar daar komt de afspraak tussen die twee. Rutte heeft gezegd, oké, ik kan het niet maken om slavernijverleden in plaats van slavernijverleden koloniaal verleden te zeggen. Dus ik ga slavernijverleden zeggen. Dan moet jij, Santokki, maar kijken hoe je dat uitlegt en hoe je dat gaat uitwerken. En ja hoor, Santokki heeft ons allemaal gezegd, wij in Suriname gaan het integraal en holistisch uitwerken. Dat is eigenlijk een ander woord voor koloniaal verleden uitleggen. Dus achter de komma. En dat was dan die komma van Rutte. Want kijk, Rutte heeft zich niet gestoord aan allerlei wensen van ons, van de regeringen en gemeenschappen. Dus heeft hij die komma uitgevonden. Met andere woorden, ja, maar er komt nog wat. Ja, en dat is eigenlijk het gemene van het hele zaakje. En wat ik, en dat zie je nu ook, hè, dus Rutte is richting, hij passeert gewoon, zeg maar, CARICOM. Want Santokki was voorzitter van de CARICOM. Laatste half jaar. Vorig jaar. Ja? Het 10-puntenplan van de CARICOM kent alleen inheemsen en Afro's. En niet contractarbeiders. Santokki heeft dat dus gewoon links laten liggen vanwege zijn monsterverbond met Rutte. En nu komt hij, ja, probeert hij nog wel, en heeft hij ook gezegd, hij probeert toch dat holistische, dat koloniaal verleden erbij te betrekken. En waarom ik het een monsterverbond noem, dat is, Wesley, luisteraars, als het over het slavernijverleden gaat, excuses en herstel, herstelbetalingen. Als je in dat verband niet noemt
achterstelling van de inheemsen en de Afro's. Die moet ingehaald worden. Daar zijn die herstelbetalingen voor. Santokki wil dat niet. Dan wil je dus ook de achterstelling van de Afro's en de inheemsen. Dat wil je dan ook niet. Nou, en nu begrijp ik, Wesley-luisteraars, waarom de Surinaamse regering een 17 jaar lang de grondenrechten van de inheemsen en de Afro's niet willen regelen. En dat wil ik meegeven tenslotte als conclusie richting president Santokki. Santokki maakt, net als Rutte in Nederland, maakt Santokki een heleboel tijdbommen in Suriname. Ik kan de president zeggen, als je deze tijdbommen blijft maken, er liggen er al een paar, en je denkt dat je met olie en gas straks geweldig gaat kunnen scoren of wat dan ook, dan heb je het glad mis. Dan gaat hij het traject van, Rutte in. Dan gaat met een heleboel onopgeloste dossiers. Ja, en ineens ontploft er dan één. En dan zit je met een probleem. Hè? Of nog erger. Zeker als het om de inheemsen en de Afro's gaat. Ja? De tribalen. Dan speel je met vuur. Ja. Ja? Want als je zulke belangrijke groepen in je samenleving zo oneerlijk blijft behandelen, gaan zij dat jou betaald zetten. Ja. Dus kortom, heel jammer dat het zo loopt. Santokki laat opnieuw zien dat hij geen leider is van het hele land, maar alleen van zijn familie en vrienden. En dat gaat Suriname opbreken. Ja, nou, we komen een andere keertje hierop terug. Als we het hebben over de inheemse en de tribalen en de Afro's. Ik wilde even overgaan naar het tweede punt, Owen. 3 jaar Santokki, wat heeft dat ons opgeleverd? Of wat zijn de voors, wat zijn de nadelen? Heel kort. Nou, eigenlijk alleen maar nadelen. Één voordeel? Nee. Want de belangrijkste doelen die hij zich gesteld had, heeft hij gewoon niet gedaan. Maar niet stiekem of zo, maar gewoon open en bloot. Hij is begonnen met zijn familie- en vriendenregering. Nou, daarmee zet je al eigenlijk alles op impossible in een crisissituatie. Hè? Dat moet je even bedenken. Een ernstige crisis van Suriname heeft hij geërfd. Dan zou je toch denken, heb ik hem ook geadviseerd voor de verkiezingen, een zakenkabinet van topmanagers met ervaring in crisismanagement. Heeft hij niet gedaan. En nu blijkt na 3 jaar dat deze club, familie en vrienden, Suriname echt niet uit de problemen gaat halen. En nou probeert hij, en dat vind ik ook een beetje gemeen, ik moet Brunswijk gelijk geven. Want wat is namelijk het punt? Santokki probeert nu, doordat zijn falende beleid tot niets leidt, dus hij gaat verliezen bij de komende verkiezingen, dan probeert Santokki nou met de uitspraak van het Constitutioneel Hof vlug, evenredige vertegenwoordiging door te drukken op een onverantwoorde manier, op een onbehoorlijke bestuursmanier. De bevolking wordt er niet bij betrokken om vlug verkiezingen te houden, evenredige vertegenwoordiging, in 2025. En ze hebben allemaal al uitgerekend dat zij dan veel meer zetels halen met hetzelfde aantal stemmen van 20 dan ze nu hebben. En dan zeg ik tegen Brunswijk, ja, jij bent coalitiepartij. Dus je had eigenlijk allang, Brunswijk, tegen Santokki moeten zeggen, stop. Ja, nee, maar oké. Owen, we hebben als het goed is nu onze eerste gast aan de telefoon. We gaan ook zo meteen doorpraten over het kiesstelsel.